is vandaag 10 december 2016 en ik ben hier bij de Droomfabriek aan de Tolenseweg in Alsteren. En ze hebben hier een kerstmarkt en we gaan eens een kijkje nemen om te zien wat daar binnen allemaal voorhanden is. Smile. Ja, ik spreek nu met Paula van Wijngaarden. Hallo. En Paula, ik ben hierop afgekomen mede omdat het hier zo lekker ruikt. Oh ja. En ja, wat heb jij allemaal hier in de aanbieding? Allemaal zeepen zie ik, hè? Zeep hier. Glycerine zeep met etherisch olie en loofah, dat is een soort scrub voor je droge huid. Havermout en geitenmelkzeep. Zit daar, dat is ook een scrub, maar dat is een beetje milder dan die. Ja. Hier is een lekker geitenmelkzeep voor je gezicht. En waarom geitenmelk? Geitenmelk is een verzorging voor je huid. Die heeft een bijzondere kwaliteit. Ja. Beter dan koeienmelk of zo. Ja. Is die vanwege het vetgehalte wat er in de melk zit? Ja. Oh, nou interessant zeg. En hier zijn de body butters van kokosolie, shea butter en amandelolie gemaakt. 3 verschillende geuren. En die zijn allemaal bestemd om op handen, gezicht en dergelijke. Op de total body. Hier zijn voet- en handen-butter. Dit is een nieuwe met kurkuma. Kurkuma is echt ontsteking. Ja. En de geur is kurkuma en mechang. Mechang is een beetje citroen. Zeg maar. Je hebt zoveel soorten, maar maak je die zelf of koop je die ergens in? Ik koop alle rauwe ingrediënten en ik maak alles zelf. Je maakt dat allemaal zelf? Allemaal hetzelfde. Dat is best een enorme hoop werk, denk ik. Ja, maar het is mijn hobby en mijn passie. Ja, allang. Doe je dat allang? Ongeveer 4 jaar. Ja. Maar voor verkopen alleen 2 jaar. En verkoopt het een beetje? Ja. Waar kunnen we? Want je bent nou vandaag. Ik heb een kleine website en ik doe ook parties. Ah, juist. En want je bent hier op de kerstmarkt, hier in de Droomfabriek. Dat is de eerste keer dat je zo'n markt bezoekt? Het is de eerste keer voor een kerstmarkt, maar 2 jaar geleden heb ik een feel-good markt in de zomer in de tuin van Anja. Ah, juist. Dat was een hele. En dat is jouw dochter? Dat is mijn dochter. En die helpt ook al een beetje mee? Ja, ik maak kerstzeepen. Wat maak jij? Kerstzeepjes. Ja. Oh, goed zeg. Ja, ik maak verschillende geuren. Er zijn heel veel verkocht vandaag. Oh, goed zo. Dus de handel gaat goed? Ja. Nou, dat is fijn. En dat mag jij allemaal zelf in je eigen spaarpot stoppen? Of, Nou, ik mag de helft ervan houden. Prima, je hebt gelijk. Dat is een mooie combinatie. Jij met je moeder samen helemaal in de zeep. Ja, nou, fantastisch. Ik hoop dat je goede zaken doet. Dank je. En woon je in Halsteren? Nee, wij wonen in Herel. Herel, zeggen ze, die Brabanders. Ja, maar als ik vragen mag, uit welk land stam je eigenlijk af? Ik kom eigenlijk van Engeland. Ah, van Engeland. Manchester in Engeland. Ja. Nou ja, daar is het ook mistig weer, net als hier. Hè? Yes. Oké, dankjewel. Veel succes in de zaken. Dankjewel. En aan de geur zal het niet liggen. Het ruikt heerlijk. Nou, dankjewel. En je webshop? Of tenminste je website, hoe luidt die? Fairyfingers.nl. Oh ja.
Fairyfingers.nl. Goed zo. Ja, op 17 december hebben jullie een workshop hier, hè? In de droomfabriek. In de droomfabriek, ja. En wat gaan jullie dan doen? Nou, je kunt bijvoorbeeld de letters maken verschillende soorten. Mm-hmm. Of je kan van één soort materiaal kun je de letters maken. En je kunt ze hangen zoals het hier hangt. Oh ja. Leuk met een lichtje aan de muur of wat dan ook. Maar je kunt ze ook neerzetten. En dan kun je elke combinatie maken die je wenst. Ja, precies. Dat wordt hier gegeven, €20. En u doet dat? U geeft de workshop? Ja. Wat is uw naam? Martine Alijn. Martine Alijn, ja. Juist. Ja. Oh, mooi, dus, 17 december. Ja. Van 2:30 tot 3:30 zie ik. Ja, zoiets. Hier in de Droomfabriek. Ja, en dan kun je lekker een kopje koffie drinken of een kopje thee. Zit ook bij de prijzen inbegrepen. Oh ja. U noemde de prijs net, ben hem even kwijt. €20. €20, oh ja. Nou ja, dat is te betalen, hè. Toch? En je krijgt er iets moois mee voor terug. Ja, je bent leuk bezig, zo is met dat. Z'n allen. Ja. Nou, ja. Dankjewel. Ik hoop dat het druk wordt. Ik hoop het ook. Ja, dat kan je ook eens even kijken.
Mooi hoor. Leuk hè? Ja. Hier is wat anders. Ja. Die fotograaf ken ik niet. Nee, dank je.